Trainer Adrie Koster, 4-0 gewonnen, mooie overwinning, maar het was eigenlijk zeker één helft lang voetballen tegen een witte muur. Hè? Ja, het was heel moeilijk doorheen komen, maar je weet van tevoren dat die ploeg zo komt spelen. En die willen zo min mogelijk doelpunten tegenkrijgen, zoveel mogelijk punten pakken op deze manier van spelen. Ja, dan is het zaak om eigenlijk heel snel te scoren, maar dat duurde wat langer. En ik vond dat we het eerst zelf niet goed genoeg deden. Maar aan de andere kant moet je ook geduld hebben. Bal goed laten gaan van links naar rechts. En op het moment dat zij met 10 man komen te spelen, ja, dan kunnen wij ook een extra aanvaller nog brengen. En dan hebben we door middel van goed positiespel hebben ze een stuk kunnen spelen en hebben we 4 keer kunnen scoren. Ja, je start met Vargas, met Dirar, met Perisic. Dat is waarschijnlijk een keuze van creativiteit om Dalma dan eventjes op de bank te zetten om door die muur te kunnen breken. Ja, dat is ook zo, maar dat had ook met Dalma gekund overigens. Maar je hebt zoveel wedstrijden te spelen dat we ook daarin bepaalde keuzes maken, zodat iedereen toch zo fit mogelijk blijft. Vandaar ook de vroege wissels met Vargas naar de kant halen. We hebben natuurlijk GBA aanstaande zondag en daarna donderdag Villarreal. Dus het is een zwaar programma, maar alles bij elkaar proberen iedereen zo fit mogelijk te houden en tracht je te winnen. En dat is het belangrijkste natuurlijk. Club voetbalde geduldig, zocht de opening, maar ik had wel de indruk dat er ook nog heel veel slordigheden in zaten. Veel foute passes en zo die niet aankwamen. Ja, het eerste half uur vond ik niet echt geweldig van ons. Er waren inderdaad te veel slordigheden en zochten we ook nog te veel door het midden, terwijl we de bal nog wat sneller moeten laten gaan. En dan creëerden we ook niet zoveel kansen, moet ik zeggen, de eerste half uur. Daarna ging het wat beter. En de tweede helft, nadat ze ook met 10 man komen te spelen, dan kunnen we een extra verdediger opofferen. Een verdediger opofferen en een extra aanvaller brengen. En dan krijg je ook goede grip op je middenveld en kun je ze kapot spelen. Ja, zo'n muur optrekken, Catenaccio, wordt dan heel snel gezegd. Dat is natuurlijk niet iets, denk ik, waar jij als aanvallende trainer een persoonlijke fan van bent. Nee. Je ziet toch ook dat niet te belopen is op een gegeven moment en dat je toch het onderspit delft. En dan kun je beter open voetballen en gaan voor wat je waar bent. En nu verlies je de wedstrijd ook met 4-0. Dus het is niet mijn soort voetbal, nee, dat klopt. De wedstrijd brak uiteraard open met de 1-0, maar die kwam er niet na combinatie het gat zoeken, maar die kwam eigenlijk via een kanonschot, de 2-0 dan ook. Ja, het is dan toch altijd bibberen om die 1-0 te kunnen krijgen, want je weet dat alles afhangt van dat ene doelpuntje in zo'n wedstrijd. Hè? Ja, maar goed, we waren er wel van overtuigd dat die zou vallen, maar wat je zelf al aangeeft, je moet geduld hebben en kun je er niet door middel van combinatie bijvoorbeeld doorheen komen. Ja, dan moet je door middel van schoten uit de tweede lijn doen, dat hebben we in de rust ook nog aangehaald. Vadis kon goed oprukken en goed uithalen. Het eerste doel was een schitterend doelpunt, ook het tweede doelpunt met zijn linker, geloof ik. Dus alles bij elkaar, dat maakt niet zoveel uit hoe je de doelpunten maakt. Als je ze maar maakt natuurlijk. En dan zie je toch ook dat we veel voetbalkwaliteit in de ploeg hebben. Twee klinkende overwinningen op rij. Ja, dit is iets waar wij ons moeten aan optrekken. Hè? Ja, dat is ook zo. Maar je moet ook de tegenstanders in acht nemen. Het zijn niet de sterkste ploegen waar we tegen gespeeld hebben. Aan de andere kant moet je deze wedstrijden ook winnen. En dat hebben we gedaan. Dus in dat opzicht hebben we voldaan aan onze opdracht. Iedereen die dacht dat de club niet meer kon winnen, ja, die heeft de voorbije week toch ongelijk gekregen. Hè? Ja, maar dat is ook zo. Ik denk ook wel dat we wedstrijden kunnen winnen. Dat blijkt ook wel. Maar we hebben ook bij momenten heeft het een beetje tegengezeten bij ons. En dan gaat men vaak andere dingen erbij halen. Maar wij kunnen gewoon goed voetballen. En ik hoop dat we dit vast kunnen houden. Ook tegen de sterkere ploegen. Wil je club altijd en overal volgen? Schrijf je dan nu in op een van onze sms-diensten. SMS Info All naar 9482. En ontvang op je gsm de ploegopstelling, de ruststand en de eindstand van alle wedstrijden van club. Wil je bovendien elke minuut ook alle goals doorgestuurd krijgen en extra matchinfo zoals rode kaarten? SMS dan Info Plus naar 9482. Voor meer info over onze sms-diensten, surf naar clubbrugge.be.